Goedenavond. Er zijn hier mensen die Verschoor uit Zutphen kennen. Ik ken hem niet uit Zutphen. Dit ondanks het feit dat Zutphen een bastion is van mijn familie, de familie Tempelman. Walle Tempelman, hij staat daar. Is een jonge broer van mijn vader. En er zijn misschien mensen die de familieband kunnen zien. Dat dachten wij ook. Gerdy Verschoor ken ik uit de plek waar de kans jarenlang het grootst was haar tegen te komen, namelijk in Warschau. Alweer 12 jaar geleden mocht ze daar als cultureel attaché van de Nederlandse ambassade in Warschau, alias ambassadejuf, zoals dat toen heette, vragen beantwoorden van een groep Nederlandse Oost-Europa-journalisten. Aan tafel zat toen overigens ook een diplomaat met gouden machetknopen die later uit Warschau verhuisde naar de stad waar ik woonde, Boekarest, en over wie wij later nog veel geroddeld hebben. Ik keek naar Gerdien en ik dacht meteen, die heeft dezelfde aandoening als ik. Die houdt van Oost-Europa. Nadat zij een vraag over het Stalinisme in Polen meer dan uitgebreid had behandeld, wist ik het zeker. Dit is een ambassadejuf die haar ziel aan Oost-Europa heeft verkocht. Gerdien had die kwaal in een ander land opgelopen dan ik, in Polen, in plaats van Roemenië. De symptomen zijn vaak vergelijkbaar. Dat hebben andere mensen in de groep geweten. Ik legde Gerdien zoveel vragen voor over Roemeense situaties, gevolgd door de vraag, hoe is dat nou in Polen? Dat ik werd berispt door een van de dames in die groep, Marga heette ze, en ze werkte voor het discussiecentrum De Bali, en die zei van, hou nou eens op dat ambassademeisje door te zagen over het Stalinisme. Maar het is lastig ophouden als Oost-Europa je aandoening is. Van een aandoening kom je nooit meer los. Gerdien is, dacht ik, alweer bijna 10 jaar terug. In Nederland, woonachtig in Zutphen, niet meer woonachtig in Warschau. Maar spiritueel is ze nooit uit Warschau weggegaan. Het meest gebreide van een Oost-Europa-aandoening kom je nooit meer af. Je kunt weggaan, maar het gebied blijft bij je. Dus dat je er niet bent, betekent niet dat het niet in je hoofd zit. Ik geloof dat het meest gedraaide nummer op de Nederlandse radio, Hotel California, van de Eagles zijn te schijnen. En het slot, de slotzin daaruit luidt, you can check out anytime you like, but you can never leave. Klopt. Dus, Oost-Europa wordt een stuk van jezelf en Polen is een stuk van Gerdien. Die Oost-Europese inborst is lastig te uiten in het gezelschap van mensen die geen tik hebben gekregen van de Lada of de Polski Fiat. Gelukkig ontdekten wij dat onze landen veel overeenkomsten hadden. En onze etentjes in Zutphen kunnen we rustig als een vorm van traumaverwerking definiëren. Want het ging altijd maar over één onderwerp. Maar in Zutphense pizzeria verwerk je niet even wat de helft van je leven is geweest. De hoogste vorm van traumaverwerking, zeggen ze, is de literatuur. Gerdien heeft daar, mag ik zeggen, succesvol haar toevlucht toegenomen. Indrukwekkend is een woord dat veel te veel en te vaak wordt gebruikt. Maar ik vind dat het van toepassing is op haar debuutroman De Naald in de Vliegende Draad, die hier vandaag ten doop wordt gehouden. En dopen, dat is een woord wat je gewoon mag gebruiken, want het gebeurt gewoon nog in Polen en Roemenië op grote schaal. Veel geschiedenissen zijn zwaar. De Poolse geschiedenis is een van de zwaarste van de 20e eeuw. Het mag een grote prestatie heten dat zij ons van die geschiedenis deelgenoot maakt in een ontroerend verhaal dat ook niet ingewijden meteen meesleept. Als voorbeeld geef ik mijn eigen moeder, die geen last heeft van een Oost-Europa-tik. Eigenlijk niet zoveel van Polen weet, hoewel ze een Poolse overgrootmoeder heeft, maar verder weet ze niks. Ze las Gerdien's debuutroman in 1 dag uit, toen het boek nog dikker was dan het nu was, want het was toen nog een manuscript en het heette nog De Vinger van God.
Toen de uitgever stelde dat die titel in Nederland een Jan Siebelink-achtige thematiek suggereert en niet een lief haartje in de wind, begreep ik pas hoe Oost-Europees ik ook zelf was geworden. De associatie was geen moment in mij opgekomen. Verdien, gefeliciteerd met je prachtige debuut. Dankjewel.